Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van God bestaat. En vandaag ga ik Pascal's wager, oftewel Pascal's gok, behandelen. Pascal was een 17e eeuwse Franse filosoof en wetenschapper. En hij kwam met een heel interessant argument om in God te geloven. En nee, dit is geen logisch argument of beredenatie zoals in de vorige aflevering hebben gezien met theorie en wetenschap. Nee, dit is anders. Dit is een argument waarom je zou moeten gokken op het bestaan van God en moeten leven naar het bestaan van God. En met name wanneer logica niet meer werkt. Of als logica zegt van oké, de argumenten voor het bestaan van God zijn 5 en tegen het bestaan van God zijn ook 5. Ja, wat moet je dan doen? Dan kan je heel goed Pascal's wager, oftewel Pascal's gok, gaan gebruiken. Wat betekent dan deze Pascal's gok of wat houdt dat dan precies in? Als ik het ga uitleggen, wordt het wellicht duidelijker. Hij zegt twee opties. God bestaat of God bestaat niet. Laten we kijken naar de optie, stel dat God bestaat. Stel dat hij bestaat en jij gelooft, wat is dan de consequentie hiervan? Nou, dat je eeuwig geluk hebt en verlossing en verzoening met God. Dus eeuwige verlossing. Stel dat God bestaat, maar jij gelooft niet, wat gebeurt er dan? Ja, dan ben je eeuwig in hel en heb je geen verlossing. Dus stel God bestaat en je handelt naar dat hij inderdaad bestaat en je gelooft erin, dan heb je eeuwig verlossing en eeuwig geluk. Stel hij bestaat, maar jij handelt nadat hij niet bestaat, dan kom je waarschijnlijk eeuwig in hel. Stel, het andere kant. Stel God bestaat niet. Stel hij bestaat niet en jij gelooft. Wat heb je dan verloren? Je hebt dan hier een plezierig leven op aarde verloren. Want je hebt je aan allerlei regels moeten houden. Je hebt bijvoorbeeld minder kunnen uitslapen op zondag. En je hebt minder huwelijken kunnen hebben. Dat is wat je hebt verloren. Dat stel dat jij handelt naar dat God bestaat, maar dat hij uiteindelijk niet bestaat. Stel, nogmaals, God bestaat niet en jij gelooft ook niet en handelt niet naar dat hij God bestaat. Ja, dan heb je hier eigenlijk een leuk leven op aarde gehad. En dat was het. Als we kijken naar deze twee voorbeelden, of deze twee scenario's, situaties, valt misschien één ding iets op. Dat de consequenties van dat God bestaat oneindig zijn. Maar dat de consequenties dat als God niet bestaat, maar tijdig zijn. Dus het plezier dat je hier mist is tijdig. Of het plezier dat je hier wel hebt is ook tijdig. En eigenlijk de conclusie is, je hebt meer te verliezen door niet te geloven in God, terwijl die wel bestaat, dan dat je te winnen hebt, terwijl hij niet bestaat. Dus eigenlijk in deze situatie zou je op basis van deze conclusie kun je heel eigenlijk zeggen, je kan maar beter wel gokken op dat God bestaat en leven naar dat God bestaat. Want de consequenties is dat als je dat niet doet, zijn veel erger dan de winst die je haalt dan als je niet gelooft dat hij bestaat. En een grappig feitje is dat tevens uit onderzoek is gebleken dat mensen die regelmatig naar de kerk zijn en gelovig zijn, ook zelfs gelukkiger zijn. Dus het is nog niet eens, maar we gaan uit van het slechtste, maar het is nog niet eens zo dat altijd dat, stel hij bestaat niet en je gelooft wel dat hij bestaat en je handelt daarnaar, dat je daadwerkelijk ook echt iets verloren hebt. En eigenlijk wil ik stilstaan bij dit punt van, als hij niet bestaat en je gelooft dat je dan plezierig leven hier op aarde hebt verloren, want je zit aan allerlei regels vast. En dat is inderdaad wat heel veel mensen denken. Ze denken dat de wetten en geboden zijn van de duivel net straf zijn, regels zijn, je vrijheid beperken en dat ons leven heel erg onplezierig is. Maar ik wil het tegen argumenteren. Als je er ook bij stilstaat, als je continu stilt, liegt, gokt, met meerdere mensen een relatie neemt, waarschijnlijk kom je dan in de gevangenis terecht. Of waarschijnlijk heb je dan slechte relaties, slechte gezondheid. Hoe vrij ben je dan? Je denkt, ik heb alle vrijheid als ik kan gokken, als ik relaties kan nemen, als ik kan liegen, als ik kan doen wat ik wil. Maar als je kijkt naar de consequenties, letterlijk, je bent niet vrij als je in de gevangenis zit. Of als je gezondheid daardoor achteruit gaat door te veel drinken, dan kan je ook niet heel veel doen. Dus dan ben je op lange termijn toch niet zo vrij. Ik geloof juist dat de Bijbel ons vrijheid biedt. Juist de regels bieden ons vrijheid. Want ook hier weer staat er weer maar eens bij stil. Hoe eerlijker we zijn, hoe meer wij geven, hoe meer wij ons best doen om oprecht te zijn, gaat ons leven ook beter. Mensen vertrouwen ons, we hebben betere relaties. Het gaat misschien zelfs heel goed op werk, met onze gezondheid gaat het goed. Dus hebben deze regels, deze wetten dan ons daadwerkelijk onze vrijheid afgepakt? Of hebben zij ons meer vrijheid gegeven? Want doordat we hieraan houden,
kunnen we juist meer doen en kunnen we juist meer ervaren. En ja, aan het begin is het misschien vervelend, maar op de lange termijn betaalt het zeker wel uit. En dat hebben we ook gezien in de vorige aflevering over het kwade en God. Dat de pijn op de korte termijn plezier en vrijheid kan geven op de lange termijn. Dus eigenlijk in beide gevallen zou je beter kunnen leven en handelen nadat God wel bestaat. Dit was Pascal's gok. Samenvattend zei hij, je kan beter gokken op dat God bestaat, want de consequenties van dat hij bestaat en je daar niet naar handelt zijn veel groter dan de winst die je kan behalen door te leven nadat hij niet bestaat. Tot slot wil ik eindigen met een bericht van Paulus de apostel. Hij vertelt ons in Romeinen 8 vers 18, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dankjewel voor het kijken.